veel kijkplezier, maar vooral ook rijplezier. De BMW 3-reeks Berline. Voor tv gaat u rustig zitten. Bij Rabobank.be gaat u bewust sparen. Dag vrienden allemaal. Blij jullie terug te zien. Dames en heren, hartelijk welkom. Plantenliefhebbers, goeie avond. Goedenavond. De studio is weer helemaal gevuld met allemaal mensen die ooit op tv zijn geweest. Kijk maar. Heel blij dat jullie er allemaal zijn. Welkom bij Van Algemeen Nut. Dank u wel. Dank u wel. Goedenavond. Goedenavond, Ad. Dag, Stevie. Hartelijk welkom. Ja, ik ben super blij dat ik bij u op bezoek mag komen. Wat sommige mensen niet weten, wij zijn zeer goede vrienden. We kennen elkaar al lang. 22 jaar, denk ik. Ah, amai. Ja. Jij weet dat allemaal, hè? Je gaat dat uitzoeken. Sowieso. Ja. Ik mag Ad zeggen. Ik mag Jos zeggen. Zeker. Ad, ik ben super blij dat je er bent. Mm-hmm. Want ik heb iets ontdekt in het archief, ja? Waardoor ik u beter begrijp. Echt waar? Maar, dat is misschien voor mij ook handig, dat ik mezelf ook beter begrijp. Goeie vraag. Ja. Begrijp je jezelf goed? Moeilijk. Kijk, ik heb deze map teruggevonden. Die is van u. Daar heb ik een beetje schrik van die hand altijd. Ja. Ja. Steek uw hand eens aan. Hallo. Geef maar een antwoord. Nee, ik durf dat. Nee. Je weet niet wat daar aan hangt. Een horloge. Ik ben deze map tegengekomen. Spannend. Ja, en toen ik ze zag, dacht ik, ah, natuurlijk, ja, ik begrijp, Ad. Oké. Okay. Ja. Het is toch in het leven vaak, sorry, ik word al heel filosofisch, ja, de vraag van ja, wie ben ik? Hè? Ja, sowieso. Ja? Dat is hetgeen wat ons bezighoudt. En we zullen het nooit weten. Denk ik. Nooit, hè? Nee. Maar jij gaat het geheim onthullen nu. Ja, voor een stuk wel. Oké, okay, ja, super. Voor een stuk wel. Kijk ernaar. Ja. Zijn de benieuwd? Ik ben ongelooflijk benieuwd. Ja. Ik zei, zij de benieuwd. Dat is natuurlijk, Martin Tangen wordt heel boos nu, want we zitten op de openbare omroep. Ik moet zeggen, ben je benieuwd? Uh-huh. Maar ja, dat is zo raar. We zijn goede vrienden om dan zo in de jij en jij vorm te spreken. Anders zullen we zo tegen elkaar praten, hè, Steven? Goed. Heb je zin in een glaasje witte wijn? Witte wijn. Doe mij maar wat water, jongen. Oh, ja. Zeg, goed. Doe die map open. Nee. Echt waar. Ik ga het eerst even kaderen, oké? Okay? Super. Ja. Je bent al veel op tv geweest. Ja. De laatste jaren ook heel vaak als presentator. Mm-hmm. Dat heb je eigenlijk van geen vreemden, hè? Nee, maar dat is nooit mijn ambitie geweest om iets te presenteren. Welkom in het leven, hè? Nee, dat is nooit mijn ambitie geweest. En dan ineens vroegen ze dat voor Switch en voor Sorry voor Alles. En ja, die mensen hebben mij toch altijd kunnen overtuigen. Of er was altijd iets in dat ik dacht, ah, dat kan wel eens spannend zijn. Ad, ik zie jou zeer graag bezig als presentator. Je doet dat zeer goed. Dank je wel. En je hebt dat van geen vreemde. Nee. Goedenavond, Mark van den Hoog. Ik dacht het al. Wow. Kom maar een beetje dichter. Ik zweet er al van. Oh. Welkom. Dat had ik niet verwacht. Welkom, Mark of papa van den Hoof. Hoe zit jij een broer van mij? Nee. Broer. Als ik uw vader zie, dan zou ik denken, was ik maar een broer. Ja. Welkom, Mark. Dat is uw zoon, presentator. Ik was eigenlijk net aan het zeggen, dat heeft hij van geen vreemde. Jij bent namelijk ook heel je leven lang... Ja, ik heb een groot deel van mijn leven achter de microfoon gesleten. Jij hebt een prachtige carrière op de radio gehad. Jij bent eigenlijk de jazzkenner van de openbare omroep. Ja, als je lang genoeg volhoudt dat je een kenner bent, dan op de duur geloven ze dat je een kenner bent. Wel, ik ben een archiefkenner. Dus ja. Voilà, ja. Ik heb ook lang genoeg volgehouden. Dus bij deze. Ja. Nu, Mark, ik ben eens in het archief gaan kijken naar de roots van Adriaan. Mm-hmm. En ik ben jou tegengekomen in een fragment 36 jaar geleden. Adriaan was toen 11 jaar. Dat was in de zomer van 83. Jij presenteert van op Jazz Middelheim. En het was alsof je je zoon wou laten zien dat je ook maar een mens bent die zich af en toe is vergist. Ja, je papa wachtte zijn moment af, want voor jazz werd er toen nog de tijd genomen. Dames en heren, u herinnert zich ongetwijfeld de memorabele zomer van 1983. En de jazzliefhebbers onder u zullen zich ook wel de 15 augustus in dat jaar herinneren. Dat was de slotdag van de 14e aflevering van Jazz Middelheim. Daar brengen we u nu terug en u hoort het Joegoslavische Gut Markovic Sextet.
met Stjepko Gut, trompet, Misha Markovic, alt en tenorsaxofoon, Nikola Mitrovic, trombone, Milinovje Zlatkovic, piano, Misha Blan, bas en Lazar Tosic, drums. Milivoje Zlatkovic, piano, Misha Blan, bas en Lazar Tosic, drums. Och, arme Mark, duidelijk van aangedaan. Gelukkig zegt de opnameleider dat het haast niet opviel. Ik heb dan een keer lelijk ingezeten, maar laat ze maar bezig, denk ik. Ja, drugsporen en werbegeven. Excuseer. Oh, Mark. Oh, papsie toch. Ja, super lief. Is dat zo uitgezonden? Nee, Mark, maak je geen zorgen. Dat ben ik gewoon in het archief tegengekomen, ja, in de afdeling Rushes, die niemand ooit te zien krijgt. Ja. Nu, Mark, ken jij die map? Ik denk het wel, ja. Jij kent die map, ja. Ja. Spannend, hè, Ad? Kom, doe die open. Nou, wacht, hier komen voor zo. Nee, ik weet het. Okay. We weten dat je een schitterend presentator bent. Je bent een acteur, stand-upper, comedian, moppetapper. Mm-hmm. Humor is de rode draad doorheen uw werk. Ja. Hij heeft ooit eens heel lang geleden een mop verteld aan mij. En heel vaak als we elkaar zien, vraag ik om ze opnieuw te doen, omdat ik ze zo fenomenaal vind. Weet je welke ik bedoel? Ik denk het wel. En het zal mij niet verbazen, moest hij van deze man komen. Is dat echt? Die, ah, bon? Ik weet niet welke mop het is, hè, maar... De man met de kleine schoen. Ja, inderdaad. Die komt van u, volgens mij. Jij hebt die aan mij verteld. Ja, ik heb die ooit eens in een schoenwinkel verteld. Maar dat is mijn lievelingsmop. Ja. Oké. Okay. Moet ik ze vertellen? Of samen? Mark, maar ja, bij mij hij is sneller. Bij mij heeft hij ook al andere wendingen. Maar ik zal het in kort misschien vertellen. Graag, graag. De man die gaat de schoenenwinkel binnen en die zegt: ik zou graag die mocassins hebben in een 36. En die vrouw vraagt: is het voor u, meneer? Ja, maar meneer, je hebt een 42 of zo. Nee, ik wil die in een 36. En ze gaat die halen en die duwt zijn voeten daarin. En echt kwaad tot ze erin zitten. Die voeten puilen daar zo'n beetje uit. Hij zegt, ik ga ze aanhouden. En hij betaalt en hij wandelt zo naar buiten. Zo. En de volgende dag komt hij weer voorbij gestesseld. Au. En die zweet al zo wat van de pijn. En je ziet die voetjes zo zijn helemaal gezwollen. En s'avonds komt hij terug voorbij. En die vrouw van die schoenenwinkel kan dat niet meer aan. Die gaat naar buiten. Die pakt die man vast. Meneer, zet u neer. We gaan een 42 voor u halen. En hij zegt, luister, mijn vrouw is eruit getrokken. Mijn zoon zit in het gevangen. Mijn dochter zit in de prostitutie. Mijn moeder is juist gestorven. Ik ben content als ik 's avonds mijn schoenen kan uit. Fenomenaal. Oh, wat zie je. Ik kom van u. Ik vertel zo langer dan mij. Maar jij spreekt ook een beetje trager dan ik. Maar ik kan ook sneller. Ja, sneller. Dat is waar. Maar ik heb graag een lange. Maar het talent van het presenteren heeft hij van niet ver. Het talent om mensen te entertainen, om mensen te doen lachen, dat heb je ook van niet ver. Welkom, Annemie. Ik wist het, hè. Welkom, mama. Domme. Dat is heel raar, want ik dacht daarnet nog in de kleedkamer, nu moet ik straks naar ons mama bellen om te zeggen dat ik op tv kom. Ah, want, ja, voilà. Voilà. Dus op dit bij moment... deze is het... Ik wist het. Ah ja, je weet het. Annemie, welkom. Ken jij deze map? Ik heb er toch al iets van gezien. Ja. Zeg mij iets. Ja, inderdaad. Spannend, hè? Onnozelaar. Ja, maar ja. Annemie, dat talent om te entertainen, om mensen te doen lachen, dat heeft hij ook van iemand van heel dichtbij, hè? Van mijn vader. Van uw papa. Ja, en van u ook, hoor. Ja. Hey, ik ben nog een collega, een oud collega van u tegengekomen, Hilde, en die vertelde mij... Ik moest u veel groeten doen. En die zei, ik heb nog nooit zo hard gelachen tijdens bijvoorbeeld een deliberatie als met uw mama, want uw moeder kon alle leerlingen perfect imiteren. Serieus? En mama kan heel veel dialecten ook en zo van die dingen. Dus mama is ook wel een beetje een entertainer eigenlijk. Ja. Oké. Dat is zo, ja. Als ik hem bezig zie op televisie of tijdens een van zijn shows, dan moet ik echt vaak aan mijn vader denken. Of dat ik denk, die was ook een beetje zo. Een beetje veel, zo. Weet je dat, Ad? Dat weet ik niet, want ik heb mijn grootvader jammer genoeg nooit gekend, omdat hij heel jong gestorven is. Maar soms kan ik wel een foto of een foto zien en dan valt het mij wel op dat er gelijkenissen zijn. Dat charmeert mij op een of andere manier wel, omdat ik daar eigenlijk graag meer van zou willen weten of meer van zou willen zien. Ja. Of van... En dat is iets dat
waar wij het al veel over gehad hebben ook natuurlijk. Ja. Want jouw papa is niet alleen jouw papa en jouw opa, maar hij was ook de oprichter van de Vlaamse televisie. Hè. Jouw papa, Bert Leijzen, was pionier in Vlaanderen. Die heeft eigenlijk televisie naar hier gebracht. Ja. Voor de mensen was jouw papa de man die de Vlaamse televisie... De directeur van de Vlaamse televisie. Ja, ongelooflijk. Hè, ja. En, de Vlaamse televisie werd in een mum van tijd razend populair. De Vlaamse televisie wenst u een gelukkig nieuwjaar bij monden van haar directeur, de heer Bert Leijzen. Onze jonge televisie, die in uw huiskamer zulk een gul onthaal mocht ondervinden, staat op dit ogenblik voor u als een kleine dreumes met een bibberende nieuwjaarsbrief. Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht om gedurende het volgende jaar u precies die programma's te brengen die jij gaarne hebt en die jij wenst. Ja, het was uw opa, Adriaan, die de magie van televisie in de Vlaamse huiskamer bracht. Het duurde niet lang of Vlaanderen was compleet verkocht. Ja, en ook bij jullie thuis, Annemie, waren alle 9 kinderen in de ban van jouw papa zijn werk. Ja, ja. En, ja, en Adriaan, uw opa was een rasentertainer. Zo is hij feitelijk onze eerste en misschien onze beste quizmaster geweest. Hij heeft de zalen, ik herinner me dat nog altijd zeer goed, in Studio 1 doen schaterlachen. En somtijds heeft hij de mensen heel stil gelukkig doen glimlachen. Het is ongelooflijk hoeveel gelijkenissen dat er zijn, had. Ja, in een van de zeldzame keren dat hij in een programma optrad, heeft hij van het Lustrum-programma der Vlaamse televisie De Klant is Keizer een van de meest schitterende one-man-shows gemaakt die op het scherm voorbij gingen. Wij wensen het allerbeste aan wat ons in de televisie het duurbaarst en het belangrijkste is, aan het kijkend publiek, aan u, die onze grote zorg zijt en naar wij hopen ook onze grote vreugde wordt. Ja, maar aan de vreugde komt dat abrupt een einde wanneer hij op 17 september 1959 overlijdt in een ongeluk. De natie is geschokt en in diepe rouw omwille van het verlies van een van de grootste entertainers en tv-iconen. De uitvaart wordt bijgewoond door de celebrities van toen, zoals schrijver Ernest Klaas. En vanuit heel Europa komen er steunbetuigingen, ook van de BBC. He is one of the nicest and wisest of us. No doubt his chair will be filled in the EBU meetings, but never in the same way as Bert Leijzen filled it. Je lijkt inderdaad fysiek ook heel erg op, hè, Ad? Zijn neus. Ja, mijn neus in profiel. Ja, ja, inderdaad. Ja. Langs voor, we hebben daar altijd ook mee gelachen, papa. Langs voor lijk ik op mijn vader en in profiel op een Leijzen. Ah, ja. Dat is het. Ja. Ja. Ja, jij hebt hem niet lang gekend, spijt genoeg, je papa. Nee. Wat jammer is, Annemie, want jij ziet ongelooflijk veel terug in Ad. Ja, ja, ik was erg dol op mijn vader. Ja? Ja. En dus ik ben ook erg dol op mijn zoon. Hela. Ja. Maar... ja, ik denk soms wel, als ik iets doe, en dan vooral ook mijn grootmoeder, die ook eigenlijk veel te jong gestorven is. Ja. Ik denk soms, als ik iets doe, van wat zou die daarvan gevonden hebben? Ik was eens gaan kijken naar het archief van Bert. En effectief, wat opvalt, is dat hij ook heel vaak met humor bezig was. In 1947 komen de Dikke en de Dunne naar Brussel. Die hebben hier 3 weken gespeeld. En jouw opa interviewt die. Oké. Okay. We hebben dat teruggevonden. Er bestaat helaas geen beeld van, het was voor de radio. Maar hij interviewt die daar en blijkbaar was Stan Laurel, de Dunne, ooit al eens in België geweest. Hij was al eens in Luik geweest. Maar die moet het daar veel te bont gemaakt hebben en die is daar buiten geschot. voilà. En nu treft jouw opa Lauren Hardy in Brussel omdat ze daar 3 weken een revue hebben. En dat ging ongeveer als volgt. Dames en heren, dit is dus Stan Laurel en Oliver Hardy. Mr. Holly, is this your first time you are in Brussels? Yes, my first visit. And what's your impression of our capital? Well, I only arrived late last evening, but I'm very, very fond of everything I've seen and met so far. Oh, perfect. We came right through. They only held us up for 4 hours. Oh, did they? Yes. That was for signing pictures. I think it was. Are you going to stay a long time here, Mr. Law? About 3 weeks, I about think. About 3 weeks? Yes. Till the show is over? That's right. And then you leave our country? Yeah, no. Then I think we go to Antwerp, Liège,
I'll probably be thrown out of there again. I don't think so. Super grappig. Super, hè? Ja. Ongelooflijk. Ja, ja. Ja. En ik ben nog iets tegengekomen van je opa, namelijk dit. Mm-hmm. Aha. Aha. Eigenlijk. We zijn er. Dit is het scenario van een komisch hoorspel dat jouw opa geschreven heeft in 1948. Allee. Ja. Ongelooflijk. Ja. Geschreven door Bert Leijzen. De titel is Zo zijn ze. Fantastisch. Ja, ik heb het gelezen. Het gaat over een familie, de familie Brabant. Mm-hmm. Isidor Brabant is de vader des huizes. Goeie naam, man. Goeie naam, Isidor. En het is tijd om te behangen. En Isidor wil besparen, wil geen vakman inschakelen. Dus hij gaat zelf behangen samen met een vriend des huizes, Bob. Met alle gevolgen van dien, waardoor de vrouwen des huizes zeggen... Ja, de mannen, zo zijn ze. Daar komt het op neer. Mm-hmm. Spijt genoeg, niks van terug te vinden. Niet opgenomen, nooit uitgezonden. Vond ik heel jammer, want ik heb me daar ongelooflijk mee geamuseerd. Zullen wij het eens opnemen? Dat kunnen we doen. Ja. Maar ik heb het eigenlijk al aan iemand anders gevraagd. Echt? Ik heb gezocht en een cast samengesteld. Echt waar? Ik heb die uitgenodigd in Studio Marconi. Ja? Dat is de legendarische geluidsstudio van de openbare omroep. En waar alle luisterspelen ooit zijn opgenomen. Koekoeksnest en ga zo maar door. Dat hebben we daar opgenomen. Ter ere van jouw opa. Om zijn werk toch tot leven te wekken. We hebben dat gedaan met een cast. En die mensen wonen toevallig allemaal onder hetzelfde dak. Bert Leijzen presenteert Zo zijn ze, een onderhoudend hoorspel uit 1948. Met in de hoofdrol als vader Mark van den Hoof, als moeder Annemie Leijzen, als Bob Willem van den Hoof en als Marietje Sien van den Hoof. En heel belangrijk in de regie volgens ook. Er is één iemand die vanavond zeer goed meevolgt, dat is deze man. Voilà. Maar Adriaan lijkt er toch op. Ja, een beetje. Daar zal Bob zijn. We hebben hem juist nodig. Kijk, je dompelt de borstel stoutmoedig in de pap. Nu, en ik ben ontroerd door de schone boel die je hier hebt. Nee, dat is wat de mama zegt. Pas op, kijk aan. Valt? Is hij door? Mag ik even onderbreken? Misschien moet je dat nog iets verontwaardigder zeggen. Hè? Want het bouwt zo wat op naar chaos. Hè? Is hij door? Moeder, nu heeft hij mijn haren vol lijmpap geveegd. Toe, kindje, begin nu maar niet te huilen. Oké, en dan hebben we scherfgerinkel. Ja, dat is kwaliteit uit 1948, hè. Die loopt er vol. Pas op, uit de weg. Ik spring eraf. Die kristallen luster. Het kostelijkste stuk dat we in huis hebben. Oh, dat Bob hier zoiets moet meemaken. Jij druipend van de lijmpap. Marietjes vinger kapot. Haar haren besmeurd. Bob zijn zondagse broek naar de waantjes. Zie je wel, kind? Heb ik het niet altijd gezegd? Zo zijn ze. Ja, zo zijn ze. Zo zijn de mannen. En nu laten ze ons hier achter. En dat is het. Ik heb ook nog iets voorzien. Dat is eigenlijk... als we dan toch een luisterspel uit 1948 opnemen... Dat zijn echt zo glazig. Like, voilà, ik heb hier een cocktail uit 1948, Bellini. Dat is eigenlijk uitgevonden in het jaar 48. Serieus? Italiaanse cocktail. Ik ben van 48. Ah, je bent van 48? Amai, wat een vruchtbaar jaar voor uw papa. Ja. En merci, hè. Op uw grootvader. Amai, Bert. Dat is nogal een familie, hè. Zo zijn ze, hè. Amai, Stevie. Voilà. Jullie. Voilà. Ja, mannetjes. Het resultaat is een ongelooflijk geestig hoorspel. Mm-hmm. Uw ouders hebben dat fantastisch gedaan. Het duurt 22 minuten. En ik heb nog een cadeau voor u. Kijk. Dit is het luisterspel. Op vinyl. Eenmalig geperst voor jou. Kom eens hier, gij. Zot is gij. Voilà. Dank u. Zo zijn ze.
En op de achterkant, laat eens aan de camera zien. Dat is de cast, hè? Ja, ja. Papa, mama, Sien, Willem. En ik heb ook twee stemmetjes gedaan. Echt waar? Ja. Ja. Goed hoor. Ja. In de regie van Steven van Herwegen. Dat er moest iets op staan. Oh, ja. Jij als Piet en meneer Verstappen. Ja, inderdaad. Dat kun jij heel goed. Ja, dus Isidor belt op een bepaald moment met zijn vrienden op café. Ja, ja. Jij, amai, daar ben ik heel, heel blij mee. Ja, ongelooflijk, voilà. Steven. Die map, ja. Die is eigenlijk voor uw mama. Ja. Alsjeblieft. Dank u. Voilà. Want Annemie, ja. Mark ook... Ja, jullie zijn eigenlijk de verbindenis tussen Bert, legendarische entertainer, dankzij hem zijn we hier vandaag, en anderzijds Adriaan van den Hoof, top-entertainer. Ik kan alleen maar zeggen, in naam van iedereen die hij al jaren entertaint en nog jaren gaat doen, super merci. Voilà, dames en heren, de makers van Adriaan, Mark van den Hoof, Annemie Leijsen. Amai, zeg. Wat een verrassing. Snapte nu dat ik u een beetje beter begrijp? Ja, ja. Ja? Oké. Okay. Ik mezelf nog altijd niet, maar... Hey, Atlas Leep. Dat komt wel, ja, ja. At, 22 ja. jaar geleden kwam er een friturist op tv. Ja. En die was al 11 jaar met iets bezig. 11 jaar, nee. Van ik 18... heb begonnen dat ik 18 jaar was. Ik ben 29. Vandaag legt Robin voor de 34ste keer zijn theoretisch rijexamen af. Dat zijn vragen daarover, van die, echt van die strikvragen. Hè. Geef eens een voorbeeld. Zo. Daar staat een vraag in. Hè. U ziet een bekende vriend. Staat erop. Hè. Wat doet u? Ik lag zo neer. A, ik... Allee, hè. B, ik lag zo neer niet. Als ik iemand tegenkom die ik goed ken, dan doe ik dat. Fantastisch. Ah ja, natuurlijk. Goedenavond, Robin. Goedenavond. Hallo. Hallo. Zeg, de 34ste keer, zeg. Ja, de 34ste keer, ja. Ja. Wat was er zo moeilijk aan het theoretisch examen? Ja. Ja, alles. Dat is duidelijk. Als je 34 keer dat examen aflegt, tegen dan krijg je toch alle vragen van buiten? Ja, normaal gezien wel, maar... Oh, bij mij was dat niet het geval. Niet het geval, Robin, ja. Nu, in de reportage zien we jou voor de 34ste keer je rijexamen afleggen. Ja. En wordt er ook voor de 34ste keer aan jou uitgelegd hoe dat examen precies verloopt? Je zet de koptelefoon op en dan lees je elk scherm dat verschijnt. Ja. Het wordt stap voor stap uitgelegd wat je... Oh, dat weet ik wel, jongen. Ik weet het wat moet. Ik heb het nog gedaan, hè. En dan zijn er vragen bij. U ziet een ongeval gebeuren. Wat doet u? Ik maak me zo gauw mogelijk uit de voeten, staan erop. Of ik ga hulp verlenen. Maak ik één druppel bloed in, dan is het al gedaan. En dus ik ga verder. Ja, het voordeel van het examen al 34 keer gedaan te hebben, is dat je dan ook al 34 keer dezelfde vragen hebt zien passeren. En Robin? Pff, niks, hè. Ja, ja, doe maar. Robin, we zijn nu 22 jaar later. Hoe ben je naar hier gekomen? Met de auto. Met de auto? En heb je zelf gereden? Ja, ik heb zelf gereden. Dus je hebt rijbewijs? Ja, ja. Ah, dat is amai, daar zal je wel fier op zijn. Ja, nu wel, ja. Rij je ondertussen veel met de auto? Ja, ik heb een eigen transportfirma nu. Serieus? Ja, schitterend. En ik rij zo gemiddeld 150.000 kilometers per jaar. Amai, jong. Fantastisch. Hoe zeg je dat? Het kan draaien en het kan keren, hè? Ja. En hoeveel keer heb je het uiteindelijk moeten doen, je examen? 35 keer. Ah, oké. Okay. Oké, okay, ja. En gaat het rijden vlot ondertussen? Dat gaat heel vlot. Vooruit, heel goed. En achteruit is een probleem. Dus je levert nooit achteruit? Meestal niet. En parkeren ook. Dat is een heel groot probleem. Ik kan ergens staan dat ik plaats heb. Oké. Okay. Ik ben heel blij dat je dat verhaal wou vertellen. Ik heb nog een cadeautje voor jou. Dat is een sticker namelijk. Die kan je dan op je bestelwagen kleven. Opgelet, ik klaksonneer voor bekende vrienden. Goed, ça va. Merci, Robin. Ik ga die naar jou zappen. Ah, een goeie verhaal, zeg. Schoon verhaal, toch? Hè? Ja, ongelooflijk. Ja, hè? In 1981 gaat er een nieuwe tekenfilmreeks van start. Ergens hier ver vandaan, waar paddenstoelen huisjes staan, daar woont een volk. Ken je de reeks? Smurfen. Smurfen, hè? Oh, schitterend. Ja.
Maar pas op, en dan de slechterik. Maar soms dreigt er gevaar van die tovenaar. Want Gargamel vangt zwerven waar hij kan. Ik haast. Ik krijg jullie nog wel. Ik krijg jullie allemaal. Al is het allerlaatste wat ik doe. Ik krijg jullie nog wel. En elke aflevering opnieuw smurfen vangen en nooit lukken, hè? Nee. Ik was daar zot van. Echt waar, ik speel dat zo graag na. Gargamel. Gargamel. Oh. Ik zie het niet toe. Zo'n lange zwarte jas. Ja, maar echt, hè? Oh, die was zo heerlijk slecht. Ja, ja, ja. Gewoon puur slecht. Ja. Als kind ik had zoveel vragen voor Gargamel. Van, ja, waarom die haat naar Smurf? Wou die niet gereed maken of zo? Was het daarom niet? Ah, ja, maar ja, hij heeft die smurfen nodig, denk ik, om goud te winnen. Of... Is zoiets... Het is niet altijd even duidelijk, inderdaad. Ja. Maar dat is ook niet echt, hè, Steven? Allee, ik bedoel... Nee, maar ja. Het is niet altijd even duidelijk. Tuurlijk niet. Ja, het zijn kleine blauwe mannetjes. Ja, maar ja. Ik droomde ervan als kind dat die in Aalst zou wonen, Gargamel, en dat ik die zou kunnen spreken. Maar ja, goed, dat gaat niet. Nee. Ondertussen zijn we volwassen en kunnen we toveren. Goedenavond. Was u ook zot van de smurfen? Smurfen! Oh. Ik haat smurfen! Oh. Dames en heren, dat is Paul van Gorkum. Ja. De legendarische stem van Gargamel. Hallo. Dat is Adriaan van den Hoofd. Ja. De legendarische stem van Gargamel. Ja. Ongelooflijk. Wat een grote eer dat u hier bent. Een eer! Niet heel zo tijd, hallo? Schitterend. Ja, als kind ik was stapelzot van de smurfen van Gargamel. Echt schitterend. Ja, nou kijk. Heerlijk dus. Ja. Het is een groot compliment. Ik wist niet goed wat u graag dronk. Ja, wat drinkt Gargamel graag? Dat weet ik niet. Dus ik heb dit voorzien. Ik dacht dat Gargamel dit soort dingen graag drinkt. Mijn lievelingsdrank! Oh. Mijn lievelingsdrank! Oh. Dat is schitterend. Oh, dat is veel tof. Ongelooflijk. Ja. Paul, ja, hoe lang bent u eigenlijk al Gargamel? 60 jaar. 60 jaar? Ja, de eerste film was 60 jaar geleden. En ik heb er 865 van een half uur lengte ingesproken. 865? Dat is waanzinnig. Ja, Gargamel is een van de meest iconische schurken van deze tijd. Ja. Waarom heeft u die rol gekregen? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is wel zo dat schurken... Dat vindt het publiek heerlijk. Ja, zeker. Kinderen in het bijzonder. En ik heb veel schurken gespeeld in mijn leven. Iedere keer weer opnieuw. En dat krijg je dan in de schoot geworpen. Ik doe het kennelijk erg goed als schurk. Een professionele schurk, hè? Ja, sowieso. Dat is natuurlijk fantastisch. Gargamel is een man met veel emoties. Hè. Het ene moment kan hij blij zijn. Ja. En dan wordt hij instant boos. Ja. Het moet toch niet gemakkelijk zijn voor u om al die emoties in één zin soms te leggen? Nee, maar ik heb meerdere stemmen daarin gedaan. Hè? En ik gaf iedere stem een kleur. Ja? Nou, Gargamel was dus altijd rood. Dat was altijd prijs. Maar ik was ook moppersmurf. En ik was muzieksmurf. En ik was vader tijd. En ik was een koning die voorbij kwam. En ik was weer een hertog ergens in deel, weet ik veel wat. Ik ben ook wel eens een vogel op een tak geweest. die gewoon zei goedemorgen. Hè? Ja. Ik kon dat. Ja, u kon dat indrukwekkend. Laat ons nog eens even kijken naar een scène met Gargamel. Heel Hazrael, slangenslijm. Het is... grote smurf. Nu kan ik 12 smurfen maken en heb ik 2 keer zoveel goud. Hazrael, wat doe je nou, jij stomme idioot van een kat? Ze zijn ontsnapt. Oh, wat zijn we stom. Oh, nu ik een beetje beter over alles nadenk. Met ons zessen kunnen we 6 keer zo makkelijk smurfen vangen. We hoeven er elk maar 1 te vangen. We kunnen toch met 100 zijn? Of 1000? Denk eens in, een wereld vol van mij. Zalig. Dat is fantastisch, ja. Het moet ongelooflijk leuk zijn om in te spreken. Ja, dat was heel ingewikkeld. Ja, ja. En ik weet nog wel goed dat we in het begin, bij de eerste delen... deden dus Frans van Duschoten zat hier, ik zat hier. Daar zat Ger Smit en daar zat Corrie van der Linden. Dat was dus de Smurfin. Ja. En wij deden met z'n vieren al die stemmen.
Alle smurfen? Ja, alle smurfen. Dus dat ging maar door. Maar er kwamen hoe langer, hoe meer smurfen bij. En toen zijn er meerdere acteurs bij. Oké, okay, ja. Maar we hebben onwaarschijnlijk veel gelachen met elkaar. Ja. Ik kan het gewoon niet navertellen. Ja, dat moet superleuk geweest zijn dat je dat samen kon doen. Want ik ben nu, op dit moment heb ik net ook een tekenfilm ingesproken. Ik mag nog niet zeggen welke, maar dat is heel eenzaam. Nu is dat helemaal alleen, ja, in die studio met een regisseur. En je hebt geen interactie met de acteurs of zo. Dus je ziet pas op het einde het resultaat. Dus dat moet ongelooflijk plezier zijn. Het voordeel van dat was natuurlijk dat je kon antwoord geven op de vraag. Tuurlijk. Ja. En als je het alleen doet, dan ben je eigenlijk verplicht met het nasynchroniseren om 250 zinnen in een uur te zeggen. Dat is tegenwoordig zo. Ja. Uw stem klinkt zo vertrouwd. Dat is logisch, en dat is niet alleen met Gargamel te maken. Er is nog zoveel meer waar wij als kind naar luisterden, waar u de stem van was. Ken je deze nog, Adriaan? Ik voel me trots en arrogant en werk aan mijn gebrul. Jij moet toch iets aan jouw stem doen. Ja, je hebt nog een lange weg om te gaan, jongeman. Wacht maar af totdat ik koning ben. Ja. Jij moet wat aan je stem doen. De Leeuwenkoning, hij was Zazu, de vogel. Maar ja, natuurlijk. Binnenkort komt er een nieuwe versie van de Leeuwenkoning uit. Er komt een live-action film van Disney. Maar hij is de originele Zazu. Hoe lekker vindt arrogant en werk aan mijn gebrul. Toch moet je nog wat doen aan je stem. Als jij dat. 22 jaar daarvoor was je al de Nederlandse stem van papa Lankaus, de papa van Pippi. Pippi! Papa! Pippi Lankaus. Victualia, Rolgordijna, Kruis of Munta, Efraïms dochter Lankaus, mijn allerliefste kind. In 1976 ben je Brilbeer in de berenboot. Is niet waar. Ik wou jou juist vragen. Wat de is piepjes er? En de balletjes. De moertjes en de malletjes. In de Disney-film Assepoester ben je de onderdanige hertog. Ja. Tuurlijk, majesteit. Maar heb geduld. Ik heb ook geduld. In 101 Dalmatiërs ben je Jasper, de handlanger van Cruella de Vil. Ja, en de andere. En de andere. Allebei. Daar gaan ze horen, schabber. Ik dacht zo. Jij en denken. Luister, Horus, laat het denken maar aan mij over. Ja, bij Asterix speel je de druïde Panoramix. Panoramix, ja. En hier is wat extra toverdrank voor onderweg. Je weet het van nooit. En ook nog Julius Caesar. Julius Caesar, ja. De Britten zijn erg moedig, ja. Daarom zal deze dag de geschiedenis ingaan als de langste dag. Daar lijkt je ook een beetje op, eigenlijk, hè? In de film Winnie de Pooh ben je het konijn. Kun jij aan de man Robinson mooi bevrijden? In vrouwtje Theelepel doe je dan nog eens even de poes. Dag, hospita. U bent weer klein geworden. Wat kan ik vandaag voor u betekenen? Ja, elke week. Jeetje, wat hebben jullie je huiswerk gedaan, zeg. Ja. En geniet je ook elke week van de stem van Paul als Toete Butler? Ja, pardon, mevrouw. Men heeft mij verzocht dat ik meneer Duck wilde ophalen. Kennelijk heeft hij weer een van zijn bekende vrolijke dagen. Ik heb je als kind meer gehoord dan mijn eigen ouders. Ja. Dat was indrukwekkend. Ongelooflijk. Wacht. En dan deed je ook nog de snorkels, de Fraggles, Seabird, Jolly Jumper bij Lucky Luke. Ja, ik heb, ik denk, zo'n beetje opgeteld, een 9.500 tot 10.000 films ingesproken. En dat heeft u allemaal in één leven gedaan? Ongelooflijk. Ongelooflijk, hè? Ja, want al die series die bestaan uit 100 delen. Ja. Dus dat telt ontzettend gauw aan. En ja, Captain Hook ben ik bijvoorbeeld in Peter Pan. Nou, ook al? Ja. En dan werd ik aangenomen omdat in mijn stem iets zat van gevaar, vriendelijkheid en onvoorspelbaar. En dat begon als die Captain Hook in de slaapkamer van het meisje kwam, Wendy. Mm-hmm. En dan stond er in de tekst, hallo Wendy. En ik deed, hallo Wendy. En kinderen voelen meteen aan, die daarnaar zitten te kijken, er is gevaar. Ja. Dat is gevaarlijk. Die is niet aardig. Ja. En
daar heb ik dan eigenlijk veel succes mee. Maar het is erg leuk om te doen, in ieder geval. Zo'n lieve man en toch heeft u iets met schurken. Ken je zijn gezicht niet? Ja. Ken je zijn gezicht? Ik zei het juist, Julius Caesar. Nee. Hij is ook eens met zijn gezicht op tv geweest. Ja? Als een schurk. Zo zenuwachtig. En zo zenuwachtig word ik altijd als die clown en die acrobaat in de buurt zijn. Die zijn hier niet. Ik zie alleen een lege tunnel. Passie, het is gelukt! Trombo! Goed terug. Dat is ook tof. Dat is dus allemaal in één leven gedaan. Ja. Hoe jong bent u? Dat zeggen schurken niet. Ah, dat zeggen. Oké. Okay. Ik ga het vertellen, dan wordt hij jaloers. Let op. Ik ben 86 jaar. Allemaal. Ongelooflijk. Onwaarschijnlijk. Ja. Mag ik u iets vragen? Ja. Ja. Zou ik u iets mogen laten zien? Ja. Ja? Ik ga even iets laten zien. Dit is mijn Smurfen-speelgoed van toen ik een kind was. Ik ben nog altijd een kind. Hebben jullie zin om te blijven spelen? Ja? Ja. Maar je kan wel er ook bij. Ja, ze, ah, daar, mijn ouders zijn nog een uur weg. Hoe laat komen nu ouders uw alle pauw? Ja. Hoe laat zit u? Ik stel voor dat u Gargamel bent. Ja. Ja? Hier is Gargamel. Ja. Ik dacht, ondertussen hebben Gargamel en de Smurfen het vredespact ondertekend. Geen ruzie meer. En hebben de Smurfen Gargamel uitgenodigd voor een vraag-antwoorduurtje. Zo, als de Smurfen een vraag hebben, mogen ze die aan Gargamel stellen. Ja. Is dat goed? Ja, dat is ja? Oh, zalig. Oh. Het is echt een kinderdroom die werkelijkheid wordt. Hey, Paul, je mag blijven slapen als je wilt. Oké. Smurfjes van me, jullie mogen elke beurt een vraag stellen aan Gargamel. Misschien moet jij een vraag stellen, Ad. Zet u eens op uw knieën. Ah, ja, hoor, zot. Ja. Het is tof, ze willen Steven spelen. Leuk. Kwaaie smurfje. Gargamel, waar is Azrael? Die zijn dieren lief heeft, laat ze thuis. Azrael is thuis. Oké. Goed, volgende smurf. Oké, deze smurf. Hallo, waarom draagt u altijd dat zwarte kleed en die rode schoenen? Kijk, dat is mijn geheim. Oké. Hallo? Is er nog iemand anders in uw leven buiten Azrael? Daar laat ik mij niet over uit. En ik vind jou duidelijk nieuwsgierig. Oh, is gezegd. Ik vraag dit toch ook niet aan jou? Oh, sorry. Ah, nee, die moet wel die smurven doen. Ja, want daar is maar één. Ah, ja. Kijk, toevallig zijn er nog twee andere Gargamels. Kijk eens hier. Ja, dat zijn de overgebleven ongelukjes uit een van de series. Daar waren we ineens met z'n zessen en met z'n twaalfen. Ja, ik heb ze. Hallo? Hallo? Leuk je te zien. Hallo? Ja, we blijven zelf te zien. Ja, schrikkelijk. Hey, leuk. Schrikkelijk. Kom, we gaan met drie iets leuk doen. Wij haten smurfen. Ja. Nou, ik ook. Ja. Zeg. Ja. Zullen we de Polonaise doen? Ja, als dat zou kunnen. Ja, daar gaan we dan. Nou, ja. 1, 2, 3. La 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 la. Dankjewel, Paul van Gorkum. Dankjewel, merci. Ik heb nog één vraag voor u. Ik ga 3 dagen niet slapen, gewoon door het feit dat u hier bent. Het was een ongelooflijk grote eer. Ik heb nog één vraag. Zou u mijn vriendenboekje willen invullen? Zou u dat willen doen? Ja, zeker. Ja, ik ga het meegeven, dan kan u het rustig invullen. Ja, dat is goed. Ja. Als Gargamel dan. Als Gargamel. Voilà. Wat leuk, zeg. Ja. Wat is dat? Dat is een vriendenboek. Dus dat in wat je lievelingseten is. En alle bladzijden? Nee. Ja. Van al uw personages. Voilà, hartelijk dank. Paul van Gorkum. Ik ga je wegstappen. Oh. Ongelooflijk. Mm. 86 jaar, hè? Maar echt, zo'n stemmetjes doen, dat is super, super intensief. En ik heb ook veel tekenfilms van. Niet zoveel als hij dat. Nee, alsof hij heel de woensdag namiddag deed. Dat bleef maar duren. Ah, ja, dat is echt fenomenaal. Oh, ik vind het schitterend. Ja. Mauro en Noya, goedenavond.
Hallo. Jullie zijn nog nooit op tv geweest, hè? Nee. Maar jullie papa wel, hè? Ja. En voor hij op tv kwam, was hij de P. En dan kwam hij op tv en dan was het iets minder, maar dat was de schuld van tv. Wisten jullie dat? Nee. Nee? Ik ga jullie naar hier halen. Jullie papa is ooit op tv geweest. Hebben jullie dat gezien? Nee. Nooit gezien? Nee. Oké, kijk, maar dan ga ik jullie helpen. Kijk, dat is jullie papa. Die laat zijn haar doen bij jullie opa. En je moet eens kijken hoeveel haar jullie papa toen meekreeg van jullie opa. Ja, hij deed dat niet zo, maar hij deed dat omdat hij bezeten was. Ook in die periode was ik echt bezeten door Wham en vooral George Michael zelf. Mijn hele leven was echt op hem afgestemd. Ik had er werkelijk alles voor over om zo perfect mogelijk op hem te gelijken. De tanden, het haar, de baard, was er allemaal. Hey, prachtige man aan jullie papa. Ça va? Ja, jullie hadden dat nog nooit gezien, dit. Nee. Dus je wist niet hoe dat hij er vroeger bij liep? Nee. Oeh, la 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 la. Ja. En wisten jullie dat hij zo bezeten was door George Michael? Ook niet. Ja, jullie waren er natuurlijk nog niet, hè. Kunnen jullie een beetje opschuiven? Ik ga George Michael naar hier halen. Goedenavond, Albert. Hallo, hey. Welkom. Hallo. Ik was eigenlijk net aan uw gasten aan het uitleggen dat jij ooit op tv geweest was. Ik was aan het laten zien wat voor een vedette jij toen waart. Ja. Oké, ja. Dus even verschieten wel. Is het echt, ja? Ja, toch wel. Is het lang geleden dat je het gezien hebt? Ja, toch ook enkele jaren geleden eigenlijk. Ja, ja. Nu weet ik waarom ik zo lang gewacht heb, denk ik. Omdat... Albert. Maar, fantastisch. Ja, je vertelt daar in het fragment dat je zo bezeten was door George Michael dat je hem wou zijn. Ja, dat klopt. Ik bedoel, George was op dat moment het tieneridool. Ja. In de jaren 80 had je Wham en George Michael natuurlijk. Was daar. De, ja, ja. Ik was mega fan, hè. Nog altijd eigenlijk. Ja. Ja. Ja, ik heb heel mijn jeugd eraan gespendeerd eigenlijk om zo goed mogelijk op George Michael. Serieus, te blijven. Ja, toch wel. Sorry, hè. Daarvoor moet u toch niet zijn, was dat? Ja, maar toch lichtjes chockerend voor die kinderen zijn. Dus het is dus wel zijn jeugd, hè? Ja, ja. Nee. Alex, ik vind het fantastisch, joh. Alex zijn jeugd, hè? Ja, ja, ja. Voor alle duidelijkheid, jij playbackte hem, hè? Ja, ja. Playbackte. Weet jullie wat playback is? Ja, ja. Maar nee, ja, dat is iets in de jaren 80 heel populair, maar ook wel op een bepaald ogenblik nieuw. En daarom dat op televisie Paul Muis, de presentator van Panorama, aan de kijker uitlegt wat playback precies is. Nog even vertellen wat playbacken eigenlijk is. Van Dales, groot woordenboek van het hedendaags Nederlands, geeft volgende uitleg. Ik citeer. Playback, bijwoord. Met een mimiek en beweging alsof men op dat moment werkelijk zingt of musiceert, terwijl het geluid afkomstig is van een band met een eerder gemaakte opname. Playback optreden, playback zingen. Einde citaat. Voilà, degelijke kadering van de openbare omroep. Dus eigenlijk, het nadoen van je idool in de jaren 80 was heel gewoon, hè? Er waren toch elke week wel wedstrijden en... Overal, hè? Ja. Overal te landen waren er wedstrijden. Het kleinste boerengatje hebben we gezeten. Allee, ik bedoel, plaatsen dan. Ja, ja. Want George Michael is ook niet vies van. Ja, ja, uw papa zeg. Noah Mauro, wat opvalt, is dat jullie papa... Die ging daar ongelooflijk in op. Echt waar. Hij playbackte George Michael niet. Nee, hij was echt George Michael. Welke taal spreekt George Michael? Engels. Engels, inderdaad. I like Belgium, but I'd rather be in France or Italy. Ja, yeah, maar I like the warmer place. Ja, zelfs de George Michael fans zijn nog grotere fan van de Vlaamse George Michael. Ik heb wel ook een brief geschreven. En ik dacht, ik kan toch geen antwoord krijgen. En een paar dagen later, mijn moeder met een brief. Kijk eens. Om wie draait het nu eigenlijk? Als we nu mogen kiezen tussen mij en George Michael. Ik vind die liever, die straalt meer uit. Ja. En na de dag, George Michael, kan je niet bellen en naar u wel. Dat vind ik heel plezant. Schrijven wanneer afspraken zijn. Je krijgt altijd antwoord. Oh nee. Onverwachte telefoontjes. Hallo jongens, ja. Amai, maar dat is toch wel een klantenbinding, hè? Zo ook onverwachts naar uw fans bellen. Hallo, it's George here. Vooral verschieten. Ja? Dat verschiet erin. Schrik je om het terug te zien? Ja, toch wel. Het blijft een van de mooiste fases en periodes in mijn leven. Dat blijf ik zeggen, maar ja,
Mijn kinderen die gaan, die begrijpen dat gewoon niet, denk ik. En nee? Jeugd daar is vragen. Begrijpen jullie dat? Nee. Mag ik toch jullie papa zijn? Nee. Hij deed dat fenomenaal goed, echt waar. En eigenlijk heel slim gezien, hè. Dus zeker in die tijd, wereldsterren zijn onbereikbaar. En dan eigenlijk een Vlaamse versie van een ster die wel bereikbaar is, dat moet ongelooflijk geweest zijn. Is het niet, Anja? Ja. Hallo, jij was een van de fans, hè? Anja. Ja, dat was fantastisch toen, hè? Ja, jij was nog grotere fan van de Vlaamse George Michael dan van de George Michael. Zeker weten, toch? Ja. Ja. Ik weet dat Anja ons overal kwam opzoeken. Als het er in het Antwerpse was, dan was het. Dat was Anja erbij. Ja, ja. Klopt. Waarom was je zo zot van hem? Ik bedoel van George Michael, hè? Ja, de muziek natuurlijk. Ja. En dan natuurlijk ook, omdat ik dan Albert ondertussen al wat beter kende. Dan was dat, ja, beeld een keer als je wilt. Hè, dan spreken we af voor de volgende playback. Ja. Hij kwam ook bij ons thuis. Oh, ongelooflijk. En dan was een café. Dat is... Ja, ik deed wel iets ervan, zeg. Ja, dat is duidelijk. Ja. In elk boerengaatje. Ja. Nu... Anja, hoe was hij eigenlijk als playbacker? Want hij was razend populair, hè? Ja, hij had heel veel volgers. En ja, hij deed dat ook echt heel goed. Ja. Dus iedereen was altijd laaiend enthousiast. Ja. Als we wisten dat ze kwamen, natuurlijk. Het zag er ook allemaal super professioneel uit. Jullie repeteerden heel veel. De coach was streng. Yeah, you like it best that way. Shadow black. Nee, dat kan zo nog niet. Nee. Sorry, maar... Ja, en dan naar het optreden met een volle bus fans die allemaal jullie mama hadden kunnen zijn. Ja, nog even opwarming. De backstage en dan showtime. Dat doet dat toch goed, hè? Ja, hè? Hopla. Dat is jullie papa, hè? En voilà. Wat een ster. Ja, fantastisch, toch? Ja, dat is super. Ja, dat is echt bijna... Sommige zie de beelden dat je echt denkt dat het gewoon George Michael is. Absoluut. Het is af en toe echt magie, ja. Ja, absoluut. Aan een groot meester dat te horen. Dat is overdreven. Ja. Nu, hij was echt de koning van de playback in Vlaanderen. Maar dan op een bepaald ogenblik komt er een reportage in het programma Panorama. Ja. En wat deed Panorama? Die wouden heel vaak, als er een hype was, ja, iets kaderen. Het is langs een andere kant laten zien. En die reportage heeft iets in gang gezet, hè? Ja, heeft eigenlijk de dood geweest van de hele playback-hype. Ja, stom, hè? Die reportage toont, wil laten zien dat er een minder fraai beeld is aan playback. Mm-hmm. Hè, omkoperij, oplichting, hè, wat je zegt. Ja, en zoals altijd bij de openbare omroep wordt dat goed gekaderd, ook dus playback. Vandaar de titel van deze reportage, Popsterren, om duidelijk te maken dat de helden van de playback zich als feestelijk gekostumeerde poppen bewegen op de scène, dikwijls heftig en fel, maar niet over enige stemkwaliteit hoeven te beschikken. Op de scène zien we de popsterren zoals Michael Jackson. Dit is Cyndi Lauper. Tina Turner. Madonna. De Bengals. En dan nog eens Madonna. Ja, die werd keiveel. Maar Panorama ontdekt een donkere kant achter de playback. Wie een playback show organiseert, doet dat natuurlijk niet uit liefdadigheid. Het is de bedoeling dat er winst wordt gemaakt. Vaak moeten de kandidaten 10 inkomkaarten kopen om te mogen meedoen. En dikwijls wordt het spektakel eindeloos gerekt om de tapkast te doen renderen. Geen stoel blijft onbezet. Elke kandidaat was immers verplicht om tenminste 40 supporters mee te brengen. Ja, dat klinkt niet echt kosher. En ook jij, Albert, wordt verdacht van gefoefel. Er is mij verteld dat u soms startgeld vraagt om een playbackwedstrijd mee te doen. Soms 8000 frank plus de garantie dat u moet winnen.
Hallo. Dat is prachtig. Als we dat zouden kunnen doen, of we zouden dat doen, dan zouden we wel rijk moeten zijn. Maar we zijn... Nee, dit is echt toch waar. Wat ook echt waar is, zijn de prachtige prijzen die je toen kon winnen. Een proficiat, hè? De eerste prijs van zonnebank ter waarde van 80.000 frank. Luister, dat is een prijs natuurlijk. Als je die kunt winnen, dan ja, pico bello. Dus we wonnen de wedstrijd. Heel lang moeten wachten, om 5 uur was de uitslag bekend. En we kregen dus een waardebon. We stakken dus een envelop in ter waarde van 25.000 frank ongeveer voor een chauffage af te gaan halen. En dat kan er dan niet over. Dus ja, een beetje teleurgesteld, maar we gaan toch die chauffage afhalen. Nu blijkt het dat het maar een ijskast is die we krijgen. Of wel een ijskast die uit de handel is genomen. En die nog maar maximum 7.000, 8.000 frank waard was. Oh, jongens, toch van een prijs. Sukkeltjes waren. Ja. Ja, dus het effect van die reportage was eigenlijk dat de populariteit van playback in Vlaanderen gedaald is. Van de ene week op de andere was er eigenlijk... De wedstrijden die er nog waren, die werden afgehaspeld. Maar je zag gewoon dat er in die zalen er ging een hele andere sfeer dan voorheen. Wanneer ben jij dan gestopt met Wham, George Michael? Zijn... Te laat. Te laat? Gisteren. Heb je die show nog gezien? Ja, ben ik komen kijken. Was op. Wanneer zijn wij gestopt? Dat zal toch niet lang daarna geweest zijn, ja, denk ik. Wij willen ons eigenlijk vanuit de VRT toch excuseren voor het feit, ja, dat weer door die reportage van Panorama, de playback... Heel mijn carrière eigenlijk. Heel uw carrière een beetje, ja, naar beneden gegaan is. Daarom wou Paul Muis, de presentator van Panorama van toen, iets terugdoen. Die kon er vanavond helaas niet bij zijn, maar we hebben wel een oplossing gevonden. Goedenavond. Goedenavond. Wie bent u? Ik ben Yves. Ik kom uit Scherpenheuvel. Ja. En ik playback Paul Muis. Ah, u bent... oké. Ideaal. Oké. Ga uw gang. Beste Albert, ik ben Paul Muis en ik wil me oprecht excuseren. Daarom sta ik hier, op deze scène. Voilà, de excuses van playback Paul Muis. We hebben ook nog een cadeau om het goed te maken. Goedenavond. Goedenavond, ik ben Frank uit Keerbergen en vanavond playback ik een zonnebank. Ah, een zonnebank, voilà. Ja. De vraag is natuurlijk hoeveel is die waard? Goedenavond, wie ben jij? Ik ben Ferry en ik playback hier voor een prijskaartje van 80.000 Belgische frank. Ah, voilà, kijk, dat is de waarde van die zonnebank. Voilà, dat is voor u. Hopelijk is het bij deze goed gemaakt. Helemaal in orde. We zijn helemaal rond. Dank aan alle gasten. Volgende week is er een nieuwe aflevering van Algemeen Nut. Heel graag tot dan. Goedenavond. Yeah. Voilà, voor u. Merci. Veel kijkplezier, maar vooral ook rijplezier. De BMW 3-reeks Berline. Voor tv gaat u rustig zitten. Bij Rabobank.be gaat u bewust sparen.